startersgevallen begint met een galopade voor Katie Monami. Leiding wordt genomen door Wild Nature. Uitgeschakeld, nummer 5 galop. Wild Nature heeft de kop en die loopt in de gele kanariekleuren. Naast hem liggen ook gele kanariekleuren. Dat zijn die van Looping the Little. Die komt op weg naar voren en is onderweg naar de leider. Heeft hem inmiddels ook bereikt en gaat zo de leiding overnemen. Daarachter op de derde plaats ligt de 1, Lopto Miss. En die wordt gevolgd door de favoriete Lovelois Schermer. En daarachter ligt dan nog 1 deelnemer, dat is Hypnotic Smart. Krebas aan kop gekomen met Looping the Little. Die moet het van zijn macht hebben, de zoon van Orlando Vici. En gaat de eerste 500 meter tijd zometeen neerzetten. Gevolgd door Wild Nature. De eerste 500 meter gaat maar in 1:17.3. Lopto Miss ligt op plaats 3. Lovelois Schermer vierde. En Hypnotic Smart gooit er een shuffeltje uit en ligt op plek 5. Zo liggen ze allemaal achter elkaar. Gaan ze de Tjarda-bocht in onder aanvoering van Looping the Little. Looping the Little, Wild Nature erachter met Robin Bakker. Daarachter op plaats 3 Lopto Miss, die vandaag weer terugkomt van rust. Die heeft rust gehad sinds april. En daarachter volgt Lovelois Schermer. En dan de winnaar van de vorige keer, Hypnotic Smart. Op dit moment aan de start van het veld. De vorige keer lag hij aan kop van het veld. Maar wat niet is, dat kan nog komen. Paarden komen in de rechte lijn voor de tribune. De eerste die naar buiten gaat is Lovelois Schermer. Die valt aan de buitenkant. Tussentijd is 18-4. De eerste kilometer gaat in 1:18. Dat is niet overdreven hard. En het is Looping the Little die leidt. Looping the Little, Wild Nature, buitenkant Lovelois Schermer. Achter hem aan gaat nu ook Hypnotic Smart naar het tweede spoor. En daarachter ligt Lopto Miss. 5 paarden dicht bij elkaar. Ronde de Z-Turfbocht en nog altijd die lengtevoorsprong voor Looping the Little, die hier al 13 heeft gelopen. Na een eerste kilometer in 18 moet er nog wel wat in het vat zitten. Aan de buitenkant schuin daarachter ligt Lovelois Schermer. Aan de binnenkant wordt Wild Nature even wakker gemaakt. Daarachter in het tweede spoor Hypnotic Smart. En aan de binnenkant is er ook nog steeds bij Lopto Miss. Krebas kijkt een keer opzij en ziet toch wel degelijk Lovelois Schermer dichterbij komen. Het gaat nu wel harder. 14-9 de tussentijd. En ze gaan op weg naar de laatste bocht. Looping the Little, buitenkant Lovelois Schermer. De Wild Nature nog altijd met aansluiting. Daarachter is het Hypnotic Smart en Lopto Miss. En zo gaan ze de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Halve lengte voorsprong voor Looping the Little. En aan de buitenkant gaat de vliegende druk nog een beetje meer opvoeren met Lovelois Schermer. Hij wilde graag langs, maar je bent hier niet zomaar langs Looping the Little. Die is als eerste in de laatste rechte lijn. Looping the Little, Lovelois Schermer. Helemaal aan de buitenkant komt Hypnotic Smart. Aan de binnenkant Wild Nature. En Lopto Miss ook vlak daarbij. Krebas heeft de zaak onder controle. Moet zijn paard goed vasthouden. Maar daar is hij ook voor in dienst. Hij doet dat heel makkelijk. Looping the Little wint hier in 1:14.5. Tweede aan de binnenkant is Wild Nature. Mooi succes voor de Canaries. En voor plaats 3 kon het aan de buitenkant nog wel eens Hypnotic Smart zijn. 16-2 voor de winnaar.